als vereniging hebben we echt een week beleefd die we samen hebben meegemaakt. En dat geeft wel een heel fijn gevoel. Daar zullen we nog, er zijn heel veel momenten geweest waar je nog goed aan terug zult denken. Ja. Het begon al meteen mooi met de binnenkomst van Marno. Dat de spelers van Heracles en de technische staf van Heracles een erehaag hadden gevormd. Wat verschrikkelijk indrukwekkend was. Daarna kwam hij hier. We hebben natuurlijk langzaam zeker zie je de mensen binnendruppelen. En dan praat je wat met elkaar. En dan worden wat emoties gedeeld. Binnen zagen we slides, zagen we foto's van Marno. En de groep wordt dan steeds groter. En dan sta je hier op het veld en dan kijk je eens rond. En dan denk je van nou, geweldig, wat een groep mensen zijn er dan hier bij elkaar. In je toespraak gaf je aan. Er gebeurt veel op het veld. Geweld, alcohol. Maar dat hoort niet bij jouw club Oranje Nassau en zeker niet bij Arno Bos. Nee, zeker niet bij Arno Bos. We hebben in voetbal in het algemeen gebeurt natuurlijk. Staat vaak in negatief in de schijnwerpers, omdat er dan weer iets gebeurd is, een incident heeft plaatsgevonden. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat er gebeuren ook zoveel goede dingen bij voetbal. En voetbal zorgt ook voor zoveel samenhorigheid. En als je kijkt wat er aan steunbetuiging is binnengekomen van andere verenigingen. Van verenigingen waar we in de competitie tegen spelen of tegen hebben gespeeld. Van voetbalverenigingen waar de jongens met ON5 tegen hebben gespeeld. Die Marno kende. Die bericht stuurde van ongelooflijk. We hebben samen met Oranje Nassau 5 op het terras gezeten. En heerlijk en in de kantine gezeten. En lol gehad. En het besef dat Marno er nu niet meer is. Dus wat we kennen van voetbal. En de rivaliteit en de strijd op het veld. Maar daar rondomheen. De saamhorigheid. En wat voetbal dan ook teweeg brengt. Dat is wel heel mooi. Dat blijkt dan ook wel in zo'n week. Marno was ook zo'n jongen. Die dan altijd op de club was. Die hielp, die in al die elftallen waarin hij gespeeld heeft, mee heeft gedaan. Die merkte nu ook, hij was dan de afgelopen maanden geen speler meer van het team. Maar dan was hij leider bij het team, hij was vlagger bij B2. Die jongen die deed heel veel binnen de club. Dat zal altijd een plekje hebben in deze vereniging. We moeten ook weer verder. We moeten nu de draad weer oppakken als club. Er worden weer trainingen, er gaan weer toernooien gespeeld worden. Er wordt weer gevoetbald zometeen. Ons eerste elftal had maandag een wedstrijd. Ja, of had vandaag een wedstrijd. Die is uitgesteld naar maandag. Tweede Pinksterdag wordt die gespeeld. Dat gaat allemaal wel weer gebeuren. Dat is natuurlijk ook wel weer het leven. Maar binnen de vereniging is ook goed om nu af te sluiten. Marno een plekje te geven in de club. En binnen Oranje Nassau. Hij zal ook een plekje krijgen in de kantine. Maar om dan gewoon verder te gaan met de dingen die horen binnen een voetbalclub.